We blijven nog even bij Ebu Jones, want gisteren tijdens de parlementsvergadering haalde hij ook aan dat de mensen die COVID-zorg hebben geboden in Nikeri nog steeds niet zijn uitbetaald. Aan de minister van Volksgezondheid vroeg het DNA-lid op grond waarvan dit nog niet is gebeurd. Minister Ammar Ramadien, die daarna de gelegenheid kreeg om hierop te reageren, stelde dat Jones hem ernstig beschuldigde, wat niet te accepteren valt. Volgens de bewindsman vertelt Jones een eenzijdig verhaal. Elke keer hier hoor je een ander verhaal, hoor je de minister van Volksgezondheid een hoop uitleggen. Maar wat hij niet komt uitleggen is wanneer die mensen gaan beschikken over hun geld. Allerlei mooie verhalen, allerlei mooie dingen. Maar die mensen hebben gewerkt, demtjes, demonie. En die minister van Volksgezondheid weigert de mensen te betalen. En ik wil niets horen over administratieve zaken, zijn niet in orde en dergelijke. Dat telt niet meer. We zijn 2 jaar verder, voorzitter. Administratie nog zit het. Ik kan de conclusie is dat de minister van Volksgezondheid weigert de arme mensen, arme ambtenaren, te betalen. Als het lid Jones stelt dat mensen niet betaald zijn, dan moet ik u wel aangeven dat hij waarschijnlijk refereert naar een kleine groep part-timers van wie de rechtspositie niet goed georganiseerd was vanwege de urgentie, de urgente noodzaak van mensen om ingezet te worden. En dat we daarmee bezig zijn. Het zijn geen grote groep part-timers, maar het zijn wel mensen die technisch zorgmedewerkers zijn. En die mensen zijn ingezet. En ze zijn voor een paar maanden betaald. En er staat nu open 2 maanden, namelijk januari 2022 en februari 2022. Dus we kunnen van een muggenolifant maken, want voor de overgrote deel zijn de mensen wel betaald. Maar we zitten nog met 2 maanden die we even moeten rechttrekken. Dus hetgeen hier gesteld wordt en de manier hoe het opblaast, Lid Jones, dat is zeer jammer om te zien dat dit getrokken wordt in de lijn van dat de regering niet willing is om te betalen. We hebben alle ziekenhuizen betaald, we hebben alle toelagen betaald, conform afspraak. Ik heb het nog laatst gezegd, hier en daar zijn er misschien nog wat betalingen. Maar als we dit zaken gaan opblazen, ik weet niet met welke bedoeling dat is. In ieder geval is de regering niet onwilling om mensen te betalen en werken we aan een goede oplossing om dit gedaan te krijgen. Het zou goed zijn als het lid Jones zich eerder had laten informeren, want dit is klinkklare onzin. Hierna brak er een discussie los in het parlement over de laatste woorden van de minister. Na een schorsing wees vicepresident Ronnie Brunswijk erop dat de regering te gast is in het parlement en dat de woorden van minister Ramadien niet goed zijn ervaren. De bewindsman heeft daarop zijn woorden anders geformuleerd. Naar aanleiding van de stelling die hier geponeerd is door uw geachte lid Jones, heb ik een uitleg gegeven en getracht een woord te kiezen welke zoveel als mogelijk past bij hetgeen is gepresenteerd. En op basis van mijn constatering dat er onjuiste beweringen hier zijn gedaan, of althans er veel gezegd is zonder veel inhoud, heb ik ervoor gekozen om het woord welke voorkomt in het Algemeen Nederlands Woordenboek, dat is onzin, te gebruiken. Maar als ik daarmee mensen gekwetst heb, dan wil ik nu kiezen liever voor een onjuiste bewering. Dank u wel. NDP-fractieleider Rabinder Permisser zei daarna dat de regering en leden van het parlement met respect met elkaar moeten omgaan in het parlement.